Nadat ze de plattegrond van het hotel hebben bekeken, willen ze de boel buiten gaan verkennen. Dat is een goed idee, zei de bondscoach. Arie vindt het leuk dat hij op de kamer zit met Wesley, want ze hebben jaren geleden samen bij Real Madrid gevoetbald. Het contrast was nog nooit zo groot. Geen mannelijke duels rond de middenstip van ADO, maar voorlezen uit een kinderboek. ADO-speler Xander Houtkoop zet zich in voor de stichting Play for Success. Play for Success is een programma waarbij kinderen van de basisschool eigenlijk een extra zetje krijgen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, maar ook op het gebied van zelfvertrouwen. En dat doen ze bijvoorbeeld hier in het stadion van ADO Den Haag. En op die manier leren ze net wat meer van die basisvaardigheden op een leuke, aantrekkelijke manier. En kunnen ze daar net weer wat verder mee komen straks als ze terug in de klas zijn. En zo'n speler van ADO Den Haag maakt dan natuurlijk indruk. Ja, absoluut. Nee, dat is prachtig. Dus ik ben heel blij dat zij daar beide aan mee willen werken. Oké, Xander, vertel maar. Wat wordt er gelezen bij de spelers? Eigenlijk niet. Er wordt zelden over boeken gesproken. Ik denk echt heel weinig. Dus wie weet moet ik dit boek maar eens voorstellen aan teamgenoten. En leest hij zelf ook? Slatan het boek. Dat heb ik gelezen. Ik heb het boek van Alex Ferguson, daar ben ik er zelf mee bezig. Ik heb het boek van John de Wolf heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Die staat nog ergens op een plankje. Zelfde type voetballer? Nee, dat niet. Nee, dat niet. En welke ADO-speler moet dringend een boek lezen? Ja, ik zit zelf een beetje te denken aan Wilfried Kanon. Gewoon het Nederlandse woordenboek. Hij kan wel Nederlands leren. En dat mag hij ook wel leren. Moet hij ook leren. Spreekt geen woord Nederlands, die jongen? Ja, kijk, kaatsen, Den Haag. Maar ver kom je niet met hem. Kom, laat het pakje snel openmaken, zegt Arie. Ik ben zo benieuwd. Hij schudt papier vanaf en ziet dat er inderdaad een bonnetje in zit met een aantal cijfers.